Gouda. Een stad die op tal van plaatsen aangeeft op welke wijze de bewoners er werkten en leefden. Nog is het een centrum van de kaashandel. En nog worden er pijpen gemaakt. Eens het hoofdmiddel van bestaan voor de stad, die ook een pijpmakersgilde bezat. En dan was Gouda voorts een belangrijk centrum voor de kaarsenvervaardiging, die in sommige opzichten nog op dezelfde wijze geschiet als Jan Toorop in 1905 tekende. De voornaamste grondstof voor kaarsen voor huishoudelijk gebruik is stearine, die in vloeibare staat in verticale gietvormen wordt gegoten, waarin zich al de pitten bevinden. Nadat de gegoten kaarsen gestold zijn, worden ze met de zogenaamde pittenklem omhoog getrokken. Even later worden de pitten doorgesneden en worden de vormen opnieuw met stearine gevuld, waarna het proces zich herhaalt. De katoenen pitten van de kaarsen worden in de gewenste dikten gevlochten. Behalve optrekmachines bestaan er ook opdrukmachines, waarin soms 600 kaarsen tegelijk gemaakt worden. In Gouda maakt men kaarsen tot een lengte van 1 meter. In navolging van vooral de Scandinavische landen is in de laatste jaren de belangstelling voor gekleurde kaarsen sterk gegroeid. Deze worden in Gouda echter niet voor het gieten gekleurd, maar men gebruikt er witte stearine kaarsen voor die in een kleurbad worden gedompeld. Zo kan men de kaarsen elke gewenste kleur geven. Daarbij behouden ze het gladde uiterlijk en dezelfde brandeigenschappen als de witte kaarsen. Eenvoudig kaarslicht heeft door de tijden heen een belangrijke rol als lichtbron vervuld. Maar het lijkt wel alsof in deze tijd van elektriciteit de behoefte aan levend licht steeds groter wordt. Gouda zelf grijpt de dagen voor kerstmis nu al meer dan 20 jaar aan als de gelegenheid om de aandacht op zijn kaarsenfabrikage te vestigen. Dan worden op een avond voor de ramen van het historische stadhuis zo'n 2000 kaarsen aangestoken en op de markt en in de omliggende straten nog eens zo'n 10.000. En bovendien is er dan een samenzang op het plein voor het stadhuis, rond de telkenjaren door Noorwegen geschonken kerstboom. Het is een zinvolle wijze om het hart van de stad en de harten der mensen in deze donkerste dagen van het jaar te verlichten.